In 2011 is onderhoud uitgevoerd aan het fietspad langs de Rivierenlandaan in Tiel. In het herstelde fietspad is opnieuw schade ontstaan door boomwortels. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is een onderzoek uitgevoerd. De overige werkzaamheden aan de fietspaden zijn dan nu ook opgeschort. Het onderzoek wijst uit dat er oplossingen mogelijk zijn om schade aan de fietspaden door boomwortels te voorkomen op de President-Kennedy-laan en de Sipenda-laan. Voor de Rivierenlandlaan is een ingrijpende keuze nodig om tot een duurzame oplossing te komen. De kosten voor de President Kennedylaan en Siependaallaan zijn samengeraamd op 428.000 euro. Het college stelt voor om hiervoor budget aan te vragen via de perspectieve van de gemeente Tiel. Kosten van de verschillende oplossingsrichtingen voor de Rivierenlandlaan variëren van 60.000 euro tot 660.000 euro, aanvullend met jaarlijks beheerkosten tot 7500 euro. De mogelijke duurzame oplossingen zijn strijdig met vastgesteld beleid en erg ingrijpend. Daarom is er een keuzenota opgesteld om de Raad te vragen een uitspraak te doen over de mogelijke oplossingen. De kwestie zal binnenkort worden behandeld in de Gemeenteraad van de Gemeente Tiel.